Levi, derde jaar voor SWA Bike Team. Twee. Veel ambities voor jouzelf het tweede jaar. Is er veel vooruitgang geboekt richting de renners voor jullie? Ja, zeker. Je leert natuurlijk elk jaar, de begeleiding leert ook altijd nog van alle dingen die gebeuren. En elk jaar loop je eigenlijk wel tegen iets aan. En kun je altijd weer gebruiken naar het volgende jaar. En dan weet je natuurlijk weer dat je eigenlijk daar rekening mee moet houden. Jouw doelen, gaan die boven het Nederlands kampioenschap en de Benelux Cup uitstijgen dit jaar? Mijn voornamelijkste doel is gewoon mijn Nederlandse titel bouwen op de Eliminator. En ja, ik wil eigenlijk ook nog proberen gewoon op het NK Cross Country goede prestatie te leveren. Benelux Cup op zich, een doel voor jou? Niet het algemeen klassement, maar wel gewoon de wedstrijden wil ik gewoon wel altijd goed presteren. En ja, ik ga daar wel voor. Zijn er wedstrijden tijdens de Benelux Cup voor jullie in het buitenland? Ja, zeker. Ze zijn eigenlijk bijna allemaal in het buitenland, behalve Landgraaf, Apeldoorn. Ja, dat zijn vier wedstrijden van de Benelux Cup in het buitenland. Ga jij richting Duitsland? Ja, dat denk ik wel. Ik weet het zo niet zeker uit mijn hoofd, maar... In ieder geval, die wedstrijden zullen zeker... Ze staan in ieder geval op mijn kalender, dus dat zullen zeker Ja, je weet ook dat er in Duitsland mooie grote wedstrijden zijn met zeer sterke deelnemersvelden. Is dat iets waar jij je eigen aan op kan halen? Ja, zeker. Ik kan natuurlijk nog altijd leren van alle wedstrijden van renners die beter zijn dan jij. En daar kun je eigenlijk gewoon nog steeds op verbeteren. Je zegt al, een doel is de NK, de XCA en je wil ook de XCO. Verder doelen richting het Europees kampioenschap? Ja, zeker. Maar het is altijd nog even afwachten hoe dat met selectiecriteria gaat. En dan kunnen we daar naartoe werken. Ja, zit jij bij Tim en Kijker? Bij de bondscoach? Ja, weet ik niet. Ik heb vorig jaar het EK gereden en dat is niet zo heel goed verlopen. Maar op zich, als je goede prestaties levert, dan kan iedereen zich eigenlijk in de kijker rijden. Jij noemde straks al een van jouw opponenten, Milan Vader. Is Milan iemand waar jij samen een wedstrijd mee kan bepalen? Ja, dat denk ik wel. Als je allebei natuurlijk hard genoeg rijdt, wat we bij de junior ook hebben gedaan. En dan kunnen we elkaar wel vinden. Berlijken, de eerste wedstrijd van de Nederlandse competitie. Ga jij daar aanwezig zijn? Ja, daar zal ik zeker starten. En ik hoop daar met een goede vorm aan de start te staan. Tweede wedstrijd die van een iets groter niveau is Nieuwkuik, tussen Berlijken en Nieuwkuik. En zit jij dan nog in het buitenland qua wedstrijden? Nee, ik rijd de 29e Veenkolonie, een klassieker op de weg. Oké, je rijdt ook nog op de weg voor de snelheid. Ja. We wensen jou succes voor het komend seizoen. En we hopen jou misschien een Berlijkmans overwinnaar voor de camera te halen. Is goed, dank u wel.